Welkom bij vandaag een nieuwe online training. Mijn naam is Dion, trainer hier bij Max. En voor vandaag heb ik een leuke full body training op de planning staan. We gaan zo meteen twee keer een full body circuit doen. En wat we eigenlijk alleen maar nodig hebben, zijn twee gewichtjes van 2 kilo. Let's go! Een training begint natuurlijk altijd met de warming-up. We gaan gelijk lekker starten. Eerste oefening, we gaan een supersetje doen. We maken een squat. Tik de grond aan. En wordt lang. 2 keer. Die wisselen we af met een achterwaartse lunge. Kom terug. En je knie blijft mooi onder je enkel. En weer terug naar de squat. Yes? Doe maar lekker mee. Deze gaan we zo meteen een combinatie van in totaal 10 keer doen. Daarna zijn we goed warm. En gaan we lekker met het eerste full body circuitje beginnen. Yes? Hey, belangrijk bij die achterwaartse lunge, spanning op die buik. Knie mooi onder de enkel blijven. En heb er een lekker tempo in, hè. Hij mag lekker op snelheid zijn. Kijk, supergoed. Mooi die billen naar achteren drukken. Niet te ver naar voren leunen. Kom maar door. We gaan nu in totaal nog 5 keer een rondje maken. En let er ook op dat je mooi die hak op de grond blijft staan, hè. Nooit te veel op de tenen staan. Het geldt precies hetzelfde bij de squat. Hop, heel goed, nog 3 keer. Hou lekker mijn tempo aan. Zorg ervoor dat je daar niet te snel voorbij gaat. Laatste set. En hop, toppers. We gaan nu gelijk lekker starten. Zometeen, we gaan 4 oefeningen achter elkaar uitvoeren van 20 herhalingen. Tussen de sets, we hebben 3 sets, hebben we 20 seconden rust. Dat is niet zo heel veel, yes? Mogen we gelijk de gewichten beter gaan pakken. Zometeen de eerste oefening is een squat met een front raise. Voeten schouderbreedte. Eerst drukken we de heupen naar achteren. Diepe squat positie. We komen op en we maken de front raise. Niet hoger dan schouderhoogte even, yes? Tot hier. Gaan we gelijk lekker starten. Doe mee. Pak je flesjes water, gewicht wat het ook is. In 3, 2, 1, 20 stuks. Kom maar door. En ik wil graag dat je bij die front raises gewoon die schouders laag houdt, yes? Niet te veel spanning op je nek houden. Ook natuurlijk spanning op die core. Die is natuurlijk belangrijk voor de hele beweging. Eerst je squat maken. Been gestrekt, dan pas de front race, hè? Hou ze apart, niet tegelijkertijd. Boven lekker die billen knijpen nog. Kom maar door. Wordt nu natuurlijk te zwaar, dan kan je altijd je gewichten laten liggen. Dan doe je precies dezelfde beweging door. Maar dan natuurlijk zonder gewichten. Lekker bezig. Laatste 3. En dan gaan we door naar de volgende. Nog 2. Nog 1. En de laatste. Kijk, netjes toppers. Heel goed. Nu leggen we de gewichten weg. Zometeen is dit wordt een jump squat 20 keer. Mooie diepe squat. Neem je armen mee. Langzaam zakken, oké? Hou mijn tempo aan, yes? Niet te snel, lekker langzaam. 3, 2, 1. Let's go. Zorg ervoor. Blijf mooi elke keer op die hakken landen, ja? Ik wil niet dat je alleen maar op je tenen uitkomt. Hou die mooie recht terug. En goed die benen strekken, tenen wijzen naar de grond. Ja, die jump squats die zijn altijd wel zwaar hoor. Je voelt je lekker in je benen. Nou toppers, hou vol. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Super netjes hé, top. We gaan zo meteen door naar de derde oefening. Hier hebben we weer de gewichten nodig. We pakken de gewichtenbeet. We gaan zo meteen rare flies maken, oké? Leun een stukje naar voren, armen liggen gebogen en in de tegengestelde richting van de rug even. Niet strekken, licht gebogen houden, oké? Pak de gewichten, gaan we starten. In 3,
in 2, in 1. Let's go. 20 keer. Deze mag je zo meteen lekker in je nek voelen. Je kan natuurlijk ook een beetje spanning op die onderrug voelen. Geen probleem. Wordt niet te zwaar. Pak me lekker door zonder gewicht, hè. Langzaam en gecontroleerd. Goed die schouderbladen samen knijpen. Vergeet natuurlijk niet spanning op die buik te zetten, dat je niet een te holle rug trekt. Droppers, laatste 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Heel mooi, top. Gaan we door naar oefening nummer 4. We gaan weer 20 herhalingen maken. Komen we op de grond liggen. Buikspieroefening. Benen liggen gebogen. We houden de gewichten in een bokshanding. Handen zijn maar bij mijn kin. Wat ik ga doen. Schuine buikspieroefening. En ik stoot uit. Rechts naar links. Links naar rechts. Mooi meedraaien, goed. Handen komen terug bij de kin. In 3, in 2, in 1. Kom maar door. En zorg ervoor schouderblad goed van de grond te halen. Die schuine beweging, die maakt het hem, hè. Dus zorg ervoor dat je hem goed indraait. Benen stil houden. En vergeet niet adem te halen, hè. Anders wordt het knap lastig. Je kan hem altijd een beetje moment mee gebruiken om omhoog te komen. Hè? Mooi blijven strekken. We zijn er bijna. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En dat was hem. Super. Leg hem even kort neer. Kom op. Als je hem hebt, neem even een slokje water. 20 seconden. Dan gaan we gelijk weer doorpakken. Ja? Gaan we weer vanaf begin af aan doen. Gaan we weer de squats met de frontraces doen. Yes? Nog 10 seconden. Pak hem weer op. Ben je er klaar voor? Ik natuurlijk wel, hè. Oké, gaan we zetten in 3, in 2, in 1. Kom maar door. Dit waren weer 20 stuks. Merk je nou dat je knieën te veel naar binnen zakken, hè? Duw ze naar buiten. En zo kan je toch binnen 20 minuten twee mooie circuitjes voor je hele lichaam meepakken, hè. Dit blijf heb je zelf in de hand. Kom maar door, toppers. Mooie constante spanning overal houden. Hou die controle. Zelfde tempo houden. Kom maar door. Nog 4 stuks. Nog 3. Nog 2. Yes, nog 1. En dit is de laatste. Oké, deze was weer zonder gewicht, hè? Jump squats. Ik ga het nu niet voordoen. Je gaat gelijk lekker meedoen. In 3, 2, 1. 20 keer. Mooi tempo. Mega mooie oefening voor die bovenbenen. En voor die billen natuurlijk, hè. Hakken op de grond, hè. Worden die hielen nou omhoog gelift, maak je hem iets minder diep. Yes? Maar blijf springen. De laatste 3. Nog 2. Nog 1. Oké, gewichten. Schouder, nek. Werflies, oké? Ready? Set. 20 stuks. Kom maar. Mooi in het midden, naar elkaar toe komen. Raak elkaar bijna aan. En weer mooi samen knijpen voor de schouders. Heel goed, hou spanning op die buik. Gewichten niet te ver voor je houden. Dan voel je hem alleen maar op je onderrug, hè. Dan iets dichter bij je lichaam houden. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Laatste. Kijk eens, netjes. En weer de buikspieren. Oké.
Laatste oefening van set 2. Komen op de grond, hè. Kruislinks boksen. In 3, 2, 1 en kom maar. Hop. Net als bij boksen, altijd je handen bij je kin houden. Gezicht bedekken. Mooi uitstoten en weer terugkomen. En blijf die crunches maken. Is dit nou lastig? Dan ga je lekker door zonder gewichten. Precies dezelfde oefening. In 3. Nog 2. Nog 1. En dat was ronde 2. Oké, komen we op. We hebben nog 1 ronde te gaan, oké? Daarna gaan we door naar een nieuw circuitje. 1 keertje. Oké. Schud die benen en die arm nog even los. 10 seconden. Dat kunnen wij. Oké, 5 seconden. Laatste ronde. In 3, 2, 1. Let's go. Squat en frontrace. Bij dat omhoog heffen, niet te explosief. Eerst de benen, dan pas die schouders. Deze mag je dus overal voelen. Hè? In de benen, in de billen, in de schouders. Misschien een beetje onderrug en rug. Er staat allemaal spanning op hoor. Is allemaal goed. Oké, zijn er bijna. In 3. In 2. In 1. Last one. Oké, jump squat. Gaan we lekker snel door, ja? Laatste keer. Ready? Set. Kom aan. 20 stuks. Helaas zijn het er geen 30, hè? Super belangrijk bij die jump squat, hè. Niet te ver naar voren leunen. Focus op het punt mooi voor je. Dat dwingt je mooi recht op te blijven staan. We zijn er bijna, hè. Blijven springen. Nog 3. 2. Nog 1. Yes, oké. Schouderoefening, hè. Rear flies. Blijven staan. Voeten schouderbreedte. Let's go. Let op. Goed samen knijpen. En gelijk weer zakken. Merk je nou dat je tevoren rechtop gaat staan, dan is het een side race. Blijf voorover leunen. De laatste 6 zijn aangebroken. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En de laatste. Kijk eens. Die voelt lekker hoor. Oké, laatste schuine buikspieroefening. 10 keer links, 10 keer rechts. Knallen maar. 20 totaal, hè? Hou vol, dit is de laatste oefening. Van circuit 1. Hierna hebben we een minuutje pauze. Iets langer rust. Tijd om even een slokje water te nemen. Blijf mooi draaien, kijk van links naar rechts. Nu wordt het juist belangrijk dat ze die benen stil houden. Laatste paar. Hoppa. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En dat was hem, hé. Super. Neem een slokje rust. Neem we zo het volgende circuitje door. Hey.
1 minuut rust is alweer voorbij. We gaan gelijk door met het tweede rondje. We gaan nu alles 10 herhalingen maken. Doe gelijk mee. We gaan hem één keer voor. Zometeen, we gaan een achterwaartse pas maken. Gewichten hou ik op schouderhoogte. Voorste knie blijft onder je enkel. Kom omhoog. Hou je knie omhoog. Stoot uit boven je hoofd. Oké? Okay? Die gaan we 5 keer links doen. En die gaan we daarna 5 keer rechts doen. Dan gaan we gelijk van start. In 3, in 2, in 1. Linkerbeen voren. Kom maar, let's go. Hou vast. Stoot uit. Spanning op die core. Kom maar, dit wordt 2. Heel mooi. En mooi die balans bovenin. Dit is 3. Spanning op die buikspieren. Dit is 4. Laatste, daarna wisselen we af. Mooie grote pas zetten. Stoot uit. Wissel van benen, oké? Okay? Rechterbeen voor. Let's go. Lekker langzaam zakken. Constant die spanning op dat voorste been houden. En een beetje zoeken naar die balans boven, dat is helemaal niet erg, hè? Dat hoort erbij. Nog 2. Yes. En nog 1. Kijk eens, super netjes, heel mooi. Leggen we de gewicht neer. Dit zijn push-ups, die kennen we allemaal, hè? We doen hem op de voeten. Is die lastig, doen we hem op de knieën. Doe hem 1 keer voor. Handen plaatsen we net buiten de schouders. Voet een stukje uit elkaar. Zak zo diep als je kan. Stoot uit. Yes, doe maar mee. In 3, 2, 1. Kom maar, 10 stuks. Hetzelfde tempo naar beneden, als omhoog. Zitten op de helft, 5 stuks. In 4, in 3. Ellebogen wijzen schuin naar achteren, niet opzij. Nog 2. Nog 1, last one. Kijk eens, super netjes, hè? Heel goed, top. Volgende oefening, dit is een step touch, cardio oefening tussendoor. Linkerbeen is hoog, rechterarm is hoog en die wisselen we af. 10 keer links, 10 keer rechts. In 3, 2, 1, kom maar door, let's go. Blijf op je plek staan, lekker snel afwisselen. In door je neus en uit door je mond. Gecontroleerd. Hakken raakt de grond niet, hè? Alleen maar de tenen. Kijk eens, super top, dat was het netjes. En nu gaan we door naar de laatste oefening van set 1. Dit is een side plank met gewicht, let op. Hier hebben we 1 gewicht voor nodig. We gaan beginnen. Rechterarm is gestrekt onder de schouders. Voeten zijn een stukje naast elkaar. Linkervoet is achter, rechtervoet is voor, oké? Okay? We gaan in de side plank staan. Linkerarm hou je gestrekt, komt zo ver mogelijk onder je arm door, kijk hem na. Strek omhoog, kijk hem ook weer na. Deze gaan we 5 keer rechts en 5 keer links doen, yes? Doe gelijk mee. Sta klaar. In 3, 2, 1. Heel goed. Langzaam zakken, gestrekte arm. Kijk hem door. En kijk hem omhoog na. 1-0 balans. Kijk hem na. En wordt lang. Nog 3 stuks. Hou die controle, yes? Laatste 2. Yes, nog 1 te gaan. Heel netjes, stop. Oké, okay. Wissel van kant, oké? Okay? Nu is linkerkant op de grond. Linkerbeen voor, rechterbeen achter. Begin boven. In 3, 2, 1. Kom maar door. Kijk hem na, zo ver als je kan. En maak lang. Hou je arm liggen boven of gestrekt. 2. 3. Laatste 2. Dit is 4. Nog 1. Super netjes. 20 seconden tussendoor. En dan gaan we weer beginnen met oefening 1. Oké, neem even een slokje water. Dan gaan we zo weer van start. Dit was de achterwaartse lunge met press, oké? We gaan nu van been verwisselen. Dus we gaan nu met het linkerbeen voor beginnen, oké? Pak de gewichten. Ga klaarstaan. In 3, 2, 1. Kom maar door. Langzame stap naar achteren. Kom omhoog. Stoot uit. Grote stap. Spanning voorste been. Stoot uit. Nog 2. Netjes, nog 1.
Oké, en wissel af, oké? Rechtbeen op de grond, ga gelijk door. Je ziet hè, ik hou mijn knie hoog totdat de gewichten terug zijn. Probeer dat ook. Laatste twee. Netjes, hou vol. Nog één. Spanning op die core. Oké, leggen we hem neer. Dit waren de push-ups. Op de voeten of op de knieën. Dat maakt niet uit, hè. Doe wat je kan. In 3, 2, 1, 10 stuks. Laatste 4. Nog 3. Nog 2. Hou je maximale diepte goed. Die is belangrijk. Nog 1. En 10. Super netjes. Oké. Step touch. 10 keer links, 10 keer rechts. Blijf op je plek staan. Yes. In 3, 2, 1. Kom maar door. Nog 3. 2. 1. En super. Heel goed. Nu pakken we weer 1 gewicht. Dit waren de side planks. We gaan nu andersom beginnen. Nu beginnen we op de linkerhand. Linkerbeen voor. Rechterbeen achter. Gewicht hoog. Kijk eens goed. Mooi onder de schouder, hè? In 3, 2, 1. Kom maar door. Laag tempo. Mooi die spanning op de zijkant van je buik aanvoelen. Ik adviseer niet je voeten hier om op elkaar te zetten. Dat vereist nog veel meer balans. Laatste. En 5. Wissel af. Laatste oefening van set 2. Daarna hebben we nog 1 ronde te gaan. Kom maar door. Blijf er mooi verder naar kijken. Als deze ook weer te zwaar wordt, ga je door zonder gewicht. Nog 2. Yes, nog 1. Kijk eens, toppers. Mooi. Ronde 2 gehad. Eentje te gaan. Korte 20 seconden. Zometeen is de eerste oefening weer. Lunge met shoulder press. Oké? We gaan zometeen weer met het rechterbeen beginnen. Pakken we de gewichten. Gaan we zo klaarstaan. Oké, toppers. Laatste keer. Daarna zijn we klaar, ja? In 3, in 2, in 1, kom maar door. 5 keer. Knie hoog, terugzakken, dan pas weer de pas. Nog 2. Nog 1. Kijk eens, wissel van kant, gelijk door. Ik doe hem even aan de zijkant voor jullie. Dan kunnen jullie mooi de plaats van mijn knie zien. Oké. Misschien merk je nu al, hè? Ietsjes moeier wordt, balans iets lastiger wordt. Nog 2. Nog eentje. Last one. Kijk, super. Oké. Nou, die begint wel mijn schouders te voelen, hoor. Push-ups. Ready? Set. En come on. Hop. Werken naar die 10 toe, ja? Probeer hem echt vol te maken. Nog 1 keer. Daarna zijn we klaar. Oef. 4 stuks. 3. Nog 2. Last one. Ah, kijk, super netjes. Oké. Step touch. Gelijk door. 2 oefeningen te gaan. Ready, set, kom op. In 3, 2, 1. Oké. Top. Gewichten, side planks. Nu gaan we weer op de rechterkant starten, oké? Laatste keer. Krijg goed warm, hoor. Rechterbeen voor, linkerbeen achter. 3, 2, begin hoog en kom maar. Dat is 2. Einde is nu echt in zicht. Hebben we een mooie eventjes met z'n allen weer gedaan. Nog 2. Nog 1. Kijk eens, handwissel. 5 stukjes. Blijven staan. Kom maar door. Kijk erna.
Yes, in 2. Nog 1. Laatste. En. Kijk eens, daar is die. Met de training, daar zijn we klaar mee. We gaan nu even kort even wat stretches doornemen, zodat de hartslag even een beetje kan dalen. En dan zijn we mooi afgekoeld, yes. We gaan gelijk starten. We gaan de billen naar de hakken verplaatsen. Armen gestrekt. Noem ook wel de child pose. Yes, strek je armen. We ademen langzaam in via je neus. Uit via je mond. En probeer het lekker via je buik te doen, yes. Hou hem even een aantal seconden vast. Vanuit hier komen we door naar voren. Licht gebogen armen. Binnenkant van de ellebogen wijzen naar voren. Heupen naar het matje. Schouders laag, yes. Hou vast. Lange inademing door je neus. En uitademing door je mond, yes. Terug naar de child pose, kom maar door. Billen naar de hakken. Armen gestrekt. Laat die hartslag lekker dalen. Lange in- en uitademing. Oké, komen we weer naar voren. Licht gebogen armen. Binnenkant van je elleboog wijs naar voren. Heupen mee. Schouders laag. Yes. Hou vast. We komen nog één keer terug naar de child pose. Let op wat we gaan doen. Armen liggen gebogen. We lopen hem helemaal uit naar rechts. Yes. Rekoefening voor de linkerkant van je rug. Daar mag je hem ook goed voelen. Bij een maximale rek hou je hem eventjes vast. Hou die lange ademhalingen. En wissel van kant, oké? Loop hem helemaal uit naar de andere kant. Zoek die maximale rek op. En hou hem eventjes vast. Oké, vanuit hier gaan we door op de rug liggen. We zijn er bijna hoor. Nu pakken we beide knieën beet. Kin op de borst. We maken onszelf klein. Oké, hou hem even een aantal seconden vast. Vanuit hier, let op. We gaan het rechterbeen laten strekken. Linkerknie blijft bij de borst. Lekker mag je even op de grond lekker laten rusten. Probeer hem een beetje heen en weer te veren voor die bilspier. En wissel van been. Een beetje op gevoel laten veren. En vanuit hier, armen laten we horizontaal naast de schouders vallen. Rechterknie naar je linkerkant. En kijk naar rechts. Oké, mooie rekoefening voor je onderrug, voor je bilspier. En zorg ervoor dat de knie mooi in die 90 graden ligt, ja? En we wisselen van kant. Kom maar door. Linkerknie naar je borst. Laat hem over je rechterkant vallen. En kijk naar links. Oké, dan komen we nog één keer rechtop zitten. Vanuit hier maken we een mooie wijde positie. Spreid je benen. En we gaan naar voren leunen, yes? Probeer steeds een stukje verder uit te lopen. Stenen trek je naar je toe. Zo, op deze manier hè, kan je toch binnen 20, 25 minuten kan je een mooie full body training doen. Ik raad wel aan dit zeker 2 tot 3 keer per week te doen voor mooie progressie. En dan kan je prima af en toe een filmpje of iets dergelijks of een training herhalen. Dat kan zeker geen kwaad. Oké, we sluiten nu nog één keer de benen bij elkaar. Trek je tenen naar elkaar toe. En we gaan proberen de tenen te pakken. Lukt dat niet, pak je natuurlijk gewoon je schenen. Oké, dan komen we nog even één keer overeind. Voeten plaatsen we buiten schouderbreedte. Armen strekken we. Linkerhand gaat ze naar mijn rechterteen. En je kijkt je achterste hand naar, yes. Benen gestrekt houden. Draai hem eventjes uit. Kom omhoog. Super, hé. Heel netjes.